Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen 2 mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor de zware mishandeling van een fietser. Het slachtoffer fietst 15 april 2021 aan het einde van de middag hier door de Van Baarlestraat. Als hij ziet dat een witte bus het fietspad blokkeert. Hij klopt daarop op de achterkant van de bus. Dit aanspreken op dat blokkeren van het fietspad komt de slachtoffer duur te staan. Nadat hij is doorgefietst komt hij de bus opnieuw tegen. Een van de inzittenden stapt uit. Hij verklaart dat de bijrijder uitstapt en dat ze elkaar hebben vastgepakt. Vervolgens kwam de bestuurder erbij. Hij weet niet meer precies wat er gebeurde. Hij weet dat hij trappen en klappen heeft gekregen van beide personen. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis en uiteindelijk blijkt dat zijn linkeroog verloren is en dat hij daarmee nooit meer kan zien. De verdachte vertelde vanmiddag ook hun kant van het verhaal. Zij wilde naar eigen zeggen gaan praten met de fietser. Een van hen, Lucinho P., stapte als eerste uit en raakte meteen in een worsteling met de fietser. Brian R. stapte daarna uit en gaf de fietser een klap. Ik ben niet met de intentie uitgestapt om alles te laten escaleren of tot wat het is gelopen, zeg maar. Maar u vond dat... Nee, op dat moment, ja. Het was gewoon een zo snel moment, zeg maar. Maar daar leek het volgens meerdere getuigen niet op. Trappen op zijn hoofd, trappen in zijn buik. Beide trapten ze heel hard op hem in. Echt op zijn hoofd en in zijn gezicht. En die meneer lag in elkaar gekrampt. En ze zegt, ik heb schoppen vooral op zijn hoofd gezien. Ze zegt, ik denk dat het er wel 20 zijn geweest. We zijn bijna 2 jaar verder, maar de gevolgen van die middag zijn voor de fietser ernstig. Rashid heeft het nog steeds heel zwaar. Hij is blind, blijvend, aan zijn linkeroog. Hij heeft psychisch daar ook nog heel veel last van. Hij wordt er dagelijks mee geconfronteerd, aan herinnerd. Veel angsten om de straat op te gaan, dus hij heeft het nog heel zwaar. En dit alles was het gevolg van eigenlijk iets heel stoms, hè, denk ik. Ja, ja, dat vindt hij zelf in die zin ook. Hij heeft het als huismeester heel vaak aan de hand. Mensen wijzen of aangeven als iemand iets niet goed doet. Deze mensen stonden in zijn ogen, belemmerden die het fietspad. Dus hij wilde daar inderdaad iets tegen doen of zeggen. En dit zijn de gevolgen voor hem. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.